Ja, ik zag het net, dus ik denk bij mezelf, ik geef het jullie maar snel door. Ja, de laatste peiling, de nieuwste peiling van Maurice de Hond. En ja, die PVV, die groeit maar door. Ja, het oude record. Ja, daar zijn ze naar op weg. Het oude record, dat staat op 54 zetels. Ruud Lubbers met zijn CDA hebben dat 2 keer behaald. Ja, 54 zetels. Maar de PVV staat nu in deze laatste nieuwe peiling op 50 zetels, vrienden. Hey, 50 zetels voor Wilders en zijn PVV. Ongelooflijk. Ja, weer gestegen. Weer gestegen. En ja, en wat maken we hier nou uit op? Ja, we maken hier uit op dat het heel moeilijk wordt om die formatie kapot te laten gaan, eigenlijk. Want wat zien we bij de club van het nieuw sociaal contract van Omtzigt? Die zakt. Die is aan het zakken. Die stonden op 20 zetels. En die zijn nu eerst naar 17 en nu naar 15. Die zijn al 5 zetels kwijt. Ja. En een aantal mensen van het sociale contract, die hebben al laten weten, als er nieuwe verkiezingen komen, ja, dan gaan wij PVV stemmen. Kun je je voorstellen? Dus die gaat gewoon op weg naar het oude record dan. Als er nieuwe verkiezingen komen. En meer dan 60% van de kiezers zegt, als het mislukt, hè, deze formatie, dan willen we niet dat er iets anders geprobeerd wordt. Nee, dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. Ja. Ja, dus die Omtzigt die denkt bij zichzelf, oh god, als ik het laat stuk gaan, dan krijg ik de schuld. En dan, ja, nou, dan kan hij het schudden hoor. Dat blijkt uit deze cijfers. Ja, dan kan hij het echt vergeten. Dus, vrienden, wat maken we hieruit op? Ja, dat het waarschijnlijk toch wel gaat lukken met die formatie.